Eerst in gebruikname van uw elektrische fiets met een Bosch ondersteuningssysteem. We beginnen met het display. Het display kan je van de fiets afnemen door vooraan op de knop te drukken en het display naar boven schuiven. Wel opletten dat je het zeker niet laat vallen. Terug opschuiven, gewoon tot het goed geklikt is en checken dat het vast zit. Dan is het display voorzien van 4 knoppen. De aan-uit-toets, de reset-toets. Die dient alleen om van het menu gemiddelde snelheid, maximum snelheid of de afstand op 0 te zetten. Dat kan je doen door de reset-knop ingedrukt te houden. En dan zullen de functies op 0 gaan. Dan hebben we de info-knop. Die knop staat ook op de afstandsbediening. Dat is eigenlijk om het menu te laten zien van het display. Als we dat dan gaan doen, zien we de rittijd. Dat is de tijd die je gefietst hebt, te vergelijken als een chronometer. Het bereik, dat zijn de kilometers die je nog kan doen met de fiets. Natuurlijk, als je een hogere of een lagere stand rijdt, kan je minder of meer kilometers doen. Daarmee is het bij het bereik zeer belangrijk dat je eerst wacht tot als de batterij half is, eer dat het bereik juist gaat weergegeven worden. Omdat de fiets moet weten wie dat erop fietst, welk parcours dat hem doet. En aan de hand daarvan kan hem een juiste berekening geven. Dus 's morgens kan je daar niet op verder gaan. Je moet wachten tot je de batterij halfweg leeggereden hebt. En dan zal de kilometerstand van het bereik juist zijn. Gaan we verder, hebben we afstand totaal. Dagkilometers, die kan je ook op 0 zetten met de resetknop ingedrukt te houden. De tijd, dat is het uur. Maximum snelheid, 6,6, kunnen we ook weer op 0 zetten met de resetknop ingedrukt te houden. Gemiddelde snelheid. En de rittijd, dat is dus de chronometer, die hadden we al gehad. Dus dan zijn we rond in het menu weergave van het display. De vierde knop is de lichtknop. Daarmee schakel je het licht aan en uit, zowel voor als achteraan. Wel opletten, de highspeed fietsen 45 per uur, daar staat het licht altijd van geactiveerd. Dat kan je niet uitschakelen. Dan hebben we op het display, in het midden komt altijd de snelheid weergegeven. Bovenaan zien we de vulling van de accu, die is helemaal vol. Dat is met 5 streepjes aangegeven. Het licht staat op dit moment aangeschakeld. Als we het uitschakelen, gaat het lichticoontje weg. Dan hebben we de indicatie van de stand waarop men fietst, de kracht van de motor. Dus die kunnen we gaan bedienen met de afstandsbediening, plus en min. Als we naar min gaan, kunnen we zelfs de fiets uitschakelen. Dus dan heb je geen ondersteuning van de fiets, maar alles blijft wel werken van display. Gaan we in stand hoger, hebben we Eco, stand 1, stand 2 Tour, stand 3 Sport, stand 4 Turbo. Turbo geeft het meeste kracht van de motor, maar zal ook het meeste verbruik geven aan de batterij. Daarnaast, terwijl je aan het fietsen bent, zal je hier een balkje zien op en neer gaan. Dat is een economiemeter. Dus dat wil zeggen, als je meer zwart ziet, naast de weergave van Eco Tour Sport Turbo, dan zal de motor meer gaan verbruiken. Het kan zijn dat je dit kan beïnvloeden door de versnellingen en stand hoger of lager, dat je toch ziet dat je een beetje economischer kan gaan rijden. De afstandsbediening heeft ook nog een extra knop bovenaan, de walk assist. Dus dat is een knop om de fiets te laten rijden terwijl je ernaast wandelt. Dus dat moet je bedienen door de walk assist in te drukken bovenaan en dan tegelijk op plus drukken en dan zal de fiets zelf gaan bewegen. Dus de wandelfunctie, knop bovenaan indrukken en dan op de plus en die ingedrukt houden en zolang je de plus indrukt zal het blijven rijden. Dit was het gedeelte van het display. Het gedeelte van de batterij. Bij de batterij moet je een beetje denken om die goed te kunnen bewaren. Ze niet vol wegleggen, niet leeg. Hè. Half is het beste. En ook de temperatuur. Hè. Niet te koud, niet te warm, kamertemperatuur. Dus zeker als je ze langer tijd niet gaat gebruiken, ze niet wegleggen waar dat het kan vriezen of waar dat het te warm kan worden. Kamertemperatuur en dan best, als je ze langere tijd wil bewaren, op halve laadcapaciteit. Batterij opladen kan je zowel rechtstreeks op de fiets met de oplader. Aan de oplader zijn een stekker voor in het stopcontact en de andere stekker om in de batterij in te koppelen. Dus dat kan je ofwel rechtstreeks op de fiets en dan het stopcontact insteken.
De vulling kan je dan op het display volgen, hoe vol dat de batterij is. Of je kan de batterij ook uit de fiets nemen door de sleutel van het slot eruit te nemen. Eerst het slot vastmaken, sleutel in de batterij te steken, draaien en kan je batterij uitnemen en dan weer op dezelfde plaats opladen. Als de batterij uit de fiets opgeladen wordt, zal je de laadcapaciteit zien op de icoontjes naast de batterij. De lader zal zelf uitschakelen, dus daar moet je geen schrik voor hebben dat hem kan overladen, dus de batterij is goed beveiligd. Wel moet je erop letten als je de batterij terug in de fiets monteert, altijd dubbel checken dat ze goed ingeklikt is, dat de batterij zeker onderweg niet kan loskomen. Dat geldt ook voor wanneer de batterij op het frame gemonteerd is of in het frame. Er zijn ook fietsen die twee batterijen hebben. Dus daar is het principe hetzelfde. Als je gaat opladen rechtstreeks op de fiets, zal hem automatisch de twee batterijen laden. Ga je ze eruit nemen, ga je wel zelf moeten wisselen om de batterij op te laden. Dus zeker goed opletten bij een batterij ook. Als je hem vervoert op de fietsendrager, de batterij uit de fiets nemen als de fiets achteraan op de fietsdrager staat en de batterij in de wagen leggen en best nog in een stevige doosje leggen dat ze niet heen en weer kan geslingerd worden in de fiets. Voor de rest, voor transport, als je de fiets gaat transporteren, batterij, zoals er net gezegd, uit de fiets halen. Zet je de fiets op de fietsdrager. Weer opletten als je gaat rijden door de regen. Best toch dat je rond de motor een kleine plastic zak of een doek doet. Dat eigenlijk de nevel die achter de auto ontstaat niet kan indringen in de motor. De fiets moet niet volledig ingepakt zijn, de motor moet niet volledig waterdicht ingepakt zijn. Maar het is vooral terwijl je aan het rijden bent met de wagen, krijg je achter de auto in de regen een hele fijne nevel. En doordat je 120 per uur rijdt, krijg je onderdruk achter de wagen en dan zal het water opgezogen worden in de fiets. Dus dat is een kleine tip om eigenlijk te voorkomen dat er water wordt ingedrongen in de fiets. Als je gaat fietsen in de regen, moet je daar geen schrik voor hebben, omdat dan heb je regendruppels en daarvoor is eigenlijk de fiets gemaakt om volledig in de regen of zelf door plassen te rijden.